iedereen. Ten eerste sorry voor mijn stem. Ten tweede sorry voor mijn vieze rotkop. Sorry voor de derde. Ik weet het niet meer. Nou, voor het onderwerp van het filmpje, dat bedoel ik. Ik wil even een paar dingen met jullie bespreken. Mijn computer die is nog steeds weg. Als je weer krijgt, en eigenlijk zou ik het weekend een beetje laten maken ofzo. En daar heb ik gewoon geen tijd voor gehad. Toen heb ik veel te druk op met klussen doen en afscheid nemen en janken en blablabla. En ik ook met ziek zijn. Ik ben wel weg geweest, maar vrijdag ging ik dus. En ik werd wakker, ik moest naar school. En ik had echt voor mij heel lekker. Ik had keihard keelpijn. En ik tracht die tol meenemen naar school en zo. En dus ik ben naar school gegaan. Of ja, opgehaald worden met een busje. En ik op school en ik heb dropjes mee en kon ik eten en zo. En niet zoveel gedaan op school. Maar boeien, dat gaan we niet voor hebben. En ik loop naar het station. Treinstation. En ik wacht daar. En ik heb nog steeds keelpijn. Ja, op zich was het een beetje minder geworden. Maar er zit echt zo'n brok in mijn keel. Echt. En op een gegeven moment was vrijdag. Ja, we eigenlijk wel over. En ja, ik moest dus met de bus, met de trein, met de trein en de bus. En we waren daar, we eten, blablabla. Toen waren er eigenlijk pas rond half zes of zo, 6 uur. En ja, dus wij eten. Een beetje spullen opruimen, mond te laten. Net voordat we naar bed gingen. We hebben s'avonds wat wij s'avonds eigenlijk gedaan. Niet meer. Maar ja, we gegeten eindelijk. Ik weet niet eens wat we gegeten hebben. Oh ja, vlees met aardappels en zo. Maar in ieder geval, ik weet niet hoe we het samen gedaan hebben. Maar ja, we hebben dus een beetje rustig aangedaan. We hadden een beetje de dag laten bezinken en zo. En zaterdag. Ja, zelfs een dans nog uitgelaten. Zaterdag, je hebt tijd naar bed gegaan. En voordat ik naar bed ging, had ik weer keelpijn. Dus ik, ik ging gewoon een beetje, nog iets van, geen strepsels, maar strepfen. Dus met ibuprofen erin. En, die had ik genomen voordat ik ging slapen. Ik was doodop, dus ik ging heel graag snel slapen. En ik werd wakker met, een beetje keelpijn, dus ik nog een strepsil ingenomen. En eigenlijk de hele zaterdag geen last meer gehad, totdat ik naar bed ging, denk ik. Nee, daar lieg ik. Zaterdag is even van alles gedaan. Even naar die vriendin dan geweest, want ik was bij die ouders. Naar die vriendin geweest, een taart gegeten. En we hadden nog gedaan, cake gemaakt. Van tevoren met die ouders. En Yep. Sorry, ik wil. Sorry jongens. In ieder geval, hij dus taart gemaakt. Weet ik veel allemaal. En s'avonds gingen we dus naar het afscheidsfeest bij een café of iets. Weet ik veel. En we zaten daar en ik kreeg ijsthee. En op een gegeven moment kreeg ik weer. En ik ging met die brok en mijn keel. Ik was zo, jongens, ik wil slapen. Maar ja, we hadden. Om niet te lang te blijven. Zet me jou even op. Kom eens. En wij dus gewoon eventjes even met een huis gaan. En ik weer een strepfan ingenomen.
En het in slaap gevallen. En zo zit hij hier. Ja, ga maar liggen, ja. En wij gaan een beetje kijken. Zondag, wat ik ging doen, want het is eigenlijk een hele leuke dag gaan maken voor Michelle. Dus het was gewoon super warm ook. Maar in ieder geval, ik heb geen tijd gehad om het te maken. Maar we hebben dus gewoon... zondag hebben we eerst in de tuin een beetje gezond en sproeieren en zo. En Tom gevuld met water eerst schoongemaakt. Toen hebben we geluncht. Vrienden van de auto hebben een lunch gemaakt. Kijken. Nog meer gedaan. Toen hebben we nog meer gezond en zo. Maar ja, het was zo warm. Die kinderen gewoon ten eerste geen tijd hadden om. Ja. Jongens, ik ben gewoon verder. Ja, we hebben het dus gewoon een beetje rustig aangedaan. Het was gewoon veel te warm om naar binnen te gaan. En die mensen die computer gemaakt zouden hebben, die waren waarschijnlijk toch niet thuis. Maar die staat dus nu nog daar en waarschijnlijk wordt die dus morgen zo gemaakt. Sammy, wat heb je met jouw poot gedaan? En ja. Ik had gisteren ook best wel kilpijntjes, ook nog gezongen trouwens. Maar ik had gisteren ook best wel kilpijn en het is gewoon op een gegeven moment weggegaan. Nou is het weer iets minder, maar het is gewoon brokken met kanaal. Ja, ik weet niet. Ik heb nog geen koorts gemeten. Ik denk niet dat ik koorts heb of zo, maar... Van de weer heb ik trouwens ook een hoofdpijn. Ik weet niet wat ik heb. Ik ben gewoon ziek. Ik vind het best wel rot, want ik normaal doe als ik ziek ben. Ik ben ook niks aan het praten, hè. Maar normaal doe als ik ziek ben... Er zijn niet zoveel, niet juist de computer hangen. Als ik huiswerk heb, als ik iets moet leren of zo, dan wil ik dat leren. Maar ik kan daar dus niet achter de computer hangen. WhatsApp doe ik nou wel. Wat doe ik om als ik ziek ben? Niet zoveel eigenlijk. Ik vind het gewoon kut dat mijn laptop komt dus en dat ik niks kan. Liefst wil ik ook gewoon gaan shoppen, maar mijn geld is nog niet binnen, dus ik kan niet gaan shoppen. Ik moet zo trouwens wel strepsels halen, dat is... Er wordt verleidingen weer staan. Vind ik niet leuk. Als ik in de kruisvat of trekpijs of iets ben, dan moet ik altijd meer kopen als dat kan. Heet het. To the point. Ik heb geen punten. Ik ben al 9 minuten aan het filmen wat nergens over gaat. Ik doe hem gewoon linken dan. Ik moet even gewoon... Ik doe trouwens ook al dat ik ziek ben. Ja, en dat was kort. Maar dan ga ik even naar de stad. Dat was me niet lekker voor. Ik naar de stad heb ik geld uitgegeven. Moet trouwens ook nog vandaag mijn kamer verder ophangen. Het is nu trouwens 11:30. 11:50 zeg maar. Ik jullie even het leuke schatten. Oh, dat ik kan mijn camera niet draaien of wat.
Theo ligt zo niet te slapen. Op de bank. Maar dat kan ook niet. Ik heb dat gewoon doen. Ja, 10 minuten en dan steek ik af. Doei.